Leg eens uit, wat bedoel je daarmee, Tosmania? Kijk, dit is allemaal... gezel. Oh, dat was een adamant nature. Maar ik heb die defense nodig, boy. Voor die rillaboom. Je vroeg, ben ik jongen of meisje, maar je hebt ook niks of alles. En die willen het dat genoemd worden. En ik, wie, waar, oh, oké. Okay. Dan snap ik wat je bedoelt nu, ja. Dus in plaats van hij zei het, ben jij een wie, waar, wanneer. Oké. Okay. Ja. Dus ik kan gewoon hij zeggen, toch? Dan is het gewoon niet daarvan uitgaan. Ah joh. Zo erg veel maakt het ook niet uit. Kijk. Echt raar, want hier zou dus een clansje outbreed moeten zijn, maar er zijn bijna geen clansjes te bekennen. Heel sporadisch eentje. Heel frappant. Frappandering. Frappandering. Dat is Sandring, maar dan frappant. Frappandering. Inderdaad. Ja, ik snap dat je een grapje maakt, Tosmania. Yeah. Dus ik maakte een fatoe, hoor. Ik maakte ook een fatoe. Een fatweetje. Een fatweetje. Moet kunnen. Maar jij bent een man. Nou, gezellig. Bij de mannenbrigade. Oké, pak jij eventjes je oplader. Voor je telefoon. Voor je telly. En dan ga ik ondertussen ook een coin in de Milans chat gebruiken. Deze wil ik wel. Ik weet niet hoe die klinkt, maar... Wat heb je dan verwacht? Pompoensap? Pompoensap? Ja, natuurlijk. Daarvoor stream ik, Tos. Moet gewoon wel wat kunnen zeggen. En het enige wat ik zei was, pak jij even je oplader. Nou, dat moet toch wel kunnen. Dat mag ik wel zeggen, denk ik. Is dat een dun spark? Quark. Nou, dat is een normale. Nu kan hij 300 keer wank doen. Wank. Oh, dat was een dubbele. Schapie. Ja. Oh, ik bedenk me nu. Ik heb niet eens mijn medicatie genomen vandaag. Maat. Oeps. Hoe durf je? Maybe. Ah, ik neem het zo wel. En dan neem ik s'avonds ergens wel die andere. Heel veel helpt dit niet, hoor. Nee, geen hooikoorts. Wat anders. Maar heel belangrijk is het ook weer niet nou ja, voor jou om te weten, in principe. Dit is echt een waardeloze reet die hoort dat ik gehad. Ik denk niet dat je nog erger... Komt ineens shiny Magikarp om de hoek zwemmen. Wee wee. Yeah. Wow. Het is verbazingwekkend weinig clansjes voor een clansje. Toch wel bijzonder. Yeah. Ah,
het is wel belangrijk om het te nemen inderdaad, maar ik kan wel heel eventjes zonder. Lekker man. Inderdaad, kaboom. Gewoon bij de HEMA gefixt. Sorry. En hoe heet het aapje Tosmania? Heet die Momo? De aap heet Willem. Dat is wel toevallig. Zo heet de robotstopzuiger bij mij beneden. Nu komt de aap uit de mouw. Ja, nu komt de... Je kan ook zeggen dat nu de mouw uit de aap komt. Ken je die sticker? Ja, die ken ik. Die vind ik zo fucking geweldig. No stress. Waar komt Lens? Ja, die is ook geweldig. Weet je waar ik wel echt weer een keer zin in heb? Nee. In zo'n Digimon game. Maar dan niet... Deze zin heb ik nog nooit gehoord. Nee? Weet je waar ik zin in heb in een Digimon game? Ja, ik heb wel zin in zo'n nieuwe Digimon game. En dan DS-achtige... Taal, die van die story en heb je nog meer, die van die Cyber Sleuth, zo'n game wil ik weer hebben. Daar heb ik wel weer zin in, zo'n story-achtig, maar niet dan, maar dan wel echt zo'n turn-based RPG. Yeah. Dat vind ik wel vet. Niet die van die grid, dat je van die tactische dingen moet doen, dat vind ik weer helemaal niks. Geen Fire Emblem-staal. Nee, geen Fire Emblem-staal, dat als ik dat wil spelen, dan speel ik Fire Emblem, denk ik. Oh. Dan heb je wel de grootste kans op Fire Emblem. Ja, dat denk ik. Uit eerste hand, toevallig? Uit eerste hand. Nou. Ik heb ook een reuze pinguïn die Freddy heet. En die is 1 meter groot. En mijn Google assistent, Harold. Wat? Wat gebeurt hier allemaal? Ik wist niet dat je je Google-assistent een naam kon geven. Oeh, ik heb een berichtje van Marktplaats. Heeft er iemand gereageerd? Heb je wat verkocht? Iemand wil iets weten over Pokémon Snap. Heb je Pokémon Snapping verkocht, Ding? Of probeer dat te verkopen? Mm-hmm. Mm. Doe tel, wat wil die weten? Ja, dus... Hallo Milan. Wat vraag je voor Pokémon Snap? Oh, voor Snap. Oh. Heb je gewoon voor bieden aangezet of heb je gewoon een prijs? Ja, ik heb gewoon een prijs. Even kijken, wat had ik ook weer van gevraagd? €45, want als je een nieuw koopt, dan is hij 60. Ja, dat is dan wel redelijk, inderdaad. Maar dan gaat hij alsnog vragen van wat vraag je ervoor? Ja. Nou, zoals op mijn bieding staat, €45. Niet minder, maar wel meer. Dat zou altijd wel kunnen. Ah, nog gefeliciteerd met je zus. Hoe oud is ze geworden? 4. En 2788. 74. Ze is 17 geworden, Milan. Oh. Nou, hopelijk heeft ze een geweldige verjaardag gehad. En vanaf volgend jaar, dan zal ze het heel erg gezellig hebben, denk ik. Wacht, dan kan ze naar Lorette de Mar of zo gaan met vakantie. Dat bedoelde je natuurlijk. Oh ja, je dacht dat ik wat... Nee, dat bedoelde ik niet.
wat is dit? They're significant cheaper than the real ones on eBay. Oh. Ik zie hier een foto van een... je weet toch wel zo'n... foto... Nee, niet zo'n foto. Zo'n... Hoezo kom ik niet op dat woord? Het is iets freaking makkelijks. Zo'n, nee, zo'n automaat waar je dan eten kan uit een kan halen. Vending machine. Ja, zoiets. Ja, maar dan voor Pokémon cartridges. Maar dan zijn het wel... Ja, het zijn neppen. Wow. Waarom zou je dat willen? Je kan zo'n game kopen voor $10. Ja. Maar de guy die heeft er dan bij boven gezet, want het is dan zo'n community post. Van fake games or not, they are significantly more cheaper than the real ones on eBay, Amazon, etc. Maar ja, ik ken ook gewoon mensen die die cartridges voor €60 verkopen. Maar toch wel grappig dat ze dan zo'n ding hebben. Zo'n vending machine met die cartridges. Ja. Ook al zijn ze nep. Ja, ik denk alleen niet dat zij dat ze van de bier is. Maar dat is een wilde gok. Misschien is ze wel van de bier. Ben jij nog niet, hè, Tos? Denk ik dan. Als jij gewoon netjes, braaf, niet aan de bier gaat als jij onder de 18 bent, dan heel goed. Denk ook niet, namelijk. Leugens! Nou, ik mocht het toen ik 16 was. Toen was de wet nog zo dat je, als je 16 bent, dan mocht je alcohol consumeren. En toen was het veranderd naar 18. En ja. Minder voor de anderen. Ik zou het nu ook mogen. Ja, maar de wet zegt 18, hè. Ja, ik weet niet hoe oud jij bent. Ja, oké. Okay. Ja, volgens de wet mag dat wel, maar... Ja. Ja, maar dat is gewoon veel te jong voor alcohol, Tolsmania. Ik zou daar echt niet aan denken. Wat? Mogen willen denken. Nou, 13 zijn en alcohol consumeren? Nee, toch? Lijkt me niet zo'n start van. Nee, dat... En daar wil ik ook zeker van zijn dat ik dat afraad. En niet alleen omdat ik dit nu live op Twitch stream. Maar überhaupt. Überhaupt zou ik dat niet doen. Wat wel misschien kan is shandy drinken. En dat is dan echt een heel klein beetje alcohol en heel veel 7-up. Dat raad ik wel. Nou, ik wil niet zeggen dat ik het aanraad, maar ik denk dat dat wel beter is om te doen. Dat is nog mogelijk. Ja, dat deed ik trouwens ook. Geen eens mocktails drinken. Nee. Volgens mij mag dat ook niet. Mocktails? Mocktails zijn nog gewoon virgin cocktails. Oh, oké, okay. Ja, dat kan nog wel. Ja, maar drink dan gewoon een colaatje. Ja, dan kan je... Ja. Ah, Tols was wel aardig om het ook nog even aan mij uit te leggen wat een mocktail is. Dat waardeer ik. Nou, dat doe je ook niet. Nou, lekker. Drink lekker, liever sinaas. Ja, man. Sinaas is ook wel lekker. Wel, vooral om... Ja, en vooral omdat ze ook gewoon meerdere smaken hebben. Hè. Je hebt natuurlijk normale sinaas, maar je hebt ook... kaboom. Je hebt ook de lemon variant. En je hebt de peach of zo variant. Je hebt van alles en nog wat. Nou, dat is wel veel, hoor. Ja. Ja, meestal vond ik dat altijd al geweldig als we dan op vakantie gingen naar Duitsland. Want daar hadden ze echt elke smaak ooit van Fanta. Dat vind ik dan altijd zo frappant dat we dat niet in Nederland hebben. Nou, stiekem hebben we in Nederland best wel vaak hoor. Want je hebt ook van die landen waar je denkt, hier hebben ze helemaal niks. Ja, daar is mijn landenkennis dan niet zo puik mee. Ik ben alleen in kijken... Egypte, Griekenland, Turkije,
Bulgarije, Hongarije, Duitsland. Ik ben al best wel veel plekken geweest als ik zo hoor. Ja, maar dat is nog. Nou, er is dan eentje in Afrika, maar de rest is allemaal nog steeds in Europa. Ja, toch. Niks mis mee. Nee, dat zeker niet, maar. Maar ja, je kan nog breder hebben, dan weet je nog meer van wat er wel wordt verkocht en wat niet. Want ik denk dat jij wel in wat meerdere verschillende landen bent geweest. Ook omdat je die halve wereldreis gemaakt hebt met je pa. Ja, maar dat was de eerste. Ja, ik ben ooit hier in het Aziatische deel van de wereld van Turkije verkocht. Maar verder was dit wel de eerste keer buiten Europa. Ah. Vet. Wel tand toe ver, dat wel. Ja, dat sowieso. Het verste wat ik echt ben gekomen is dan Egypte, denk ik. Als je hemelsbreed kijkt. Nou, hemelsbreed is Bulgarije ook best wel ver, denk ik wel. Ja, maar ik denk dat Egypte dan toch wel iets verder ligt. Ja, denk ik ook. In vergelijking met Nederland dan Bulgarije. Zijn jullie een beetje voetbalfans? Ik niet echt, maar ben waarschijnlijk wel voor FC Twente. Ik ben geen voetbalfan, Milan wel. Milan is voor AZ. En ik heb toevallig... Nou, als je voetbalfan bent, dan heb ik wel een leuke serie die ik op mijn kanaal doe. Op mijn YouTube kanaal. Ik doe namelijk Eredivisie voorspellen met heel veel mensen. Ik doe super veel mensen aan mij. Goed, nu jij weer. Ja, ik doe daar niet aan mee, want ik ben niet zo'n voetbalfan, maar... Maar dit seizoen moet je volgen, grappig. Want dit seizoen moet al meer de City mee. Ah ja, dat is waar. Ja, bij mij in de achtertuin inderdaad. Volgens mij waren er wel vrienden van me die van die seizoenskaarten gingen kopen misschien. Ik snap het wel. Al meer de City. Jammer joh, Emme. Kut Emme. Nee, grapje. Ik had het Emme ook wel gegund. Nou, ik vond het heel gaaf op Almere City nu voor het eerst in zit. Dat vind ik heel gaaf. Het is toch wel vaker voorgekomen dat ze dicht in de buurt kwamen, dacht ja, ik. Het is wel, ja, wel in de buurt, maar het is de eerste keer dat ze in de Eredivisie spelen. Nou, dat is wel knap. Ooit, ever. Dat is wel heel knap. Oh, sorry. Hij heeft nu 4 reclames. Sorry. Maar... Allemaal... 10 seconden? Oh, 15 seconden. Oh, dat valt dan wel mee, toch? 15 seconden, 4 reclames? Ja, maar dat is per reclame, denk ik dan even. Dat is het. Ja, 15 seconden per reclame. Ja. Maar het was erger. Volgens mij had ik eerst 75 seconden. Oh, ja. Gewoon per reclame. Hij houdt niet zelf van voetbal, Milan. Zo jammer dit. Ah, maar er zijn genoeg voetbalfans op de wereld, dus dat scheelt. Ah, oh, kut. Ik ben vergeten om nieuwe eieren te pakken. Wordt hij nou gekotst op stream? Nee, dat was een niet-hik. Paddy. Het is gewoon duidelijk een hik, maar als hij niet wil dat het een hik is, doe het niet, joh. Ja... Bij mij was het ook niet echt een hik. Maar toch ook weer wel. Dus ja, het zit een beetje tussenin, denk ik. Bij mij. Oh my god. Stop fucking lying. Wow. Oh, what the fuck was dat? Oh, dat is gewoon de normale. Oké, never mind. I want to be the very best. Dan heb je pech. Nou, wat je hebt gemist, Tosmania, in de reclame, was dat ik... Wel tegen Milan dat je niet zo'n voetbalfan bent. Ja, dat was het wel een beetje. Oh, het verste land waar jij bent geweest is Tsjechië. Tsjechië lijkt me ook wel een leuk land om daar op vakantie te zijn. Daar ben ik ook een keer geweest. Ja? Is dat redelijk goedkoop? Toen ik was wel, maar dat is heel lang geleden. Dat was volgens mij 2006. Ai, ja, dat weet je ook niet meer. Alleen heel veel bergen. Oké. Nou, maar dat is ook wel leuk, een beetje op de bergen lopen. Niet elke dag. Ik denk dat ik meer in het hotel zou zitten dan in de bergen. Ja, je hebt het van die drankjes, van die watermelon fizz, doe jij van dan. Die watermelon fizz, inderdaad.
ga ik alleen maar lekker in mijn stoeltje liggen. Ik volgens mij ook 2016. Wat een huisje. Nou, dat was dan ook voor de pandemie en voordat mistig Poetin aan hem heel boos werd over zijn territorium. Nou, ik hoop dat het redelijk goedkoop is, maar ja, het is denk ik niet het eerste land waar ik op vakantie zou gaan. Nu, ik denk het eerste volgende is de UK, 100%. Ik ook. Over anderhalve week in. Oh, dat is wel echt heel snel. Ja, dan ga ik Nando Wings eten. Lekker. En ik krijg een foto van de Nando Wings. Tuurlijk. Yes. Vorige keer had ik jou getagd in mijn story. Ja, dat weet ik nog. Oh. Dat was echt een hele goeie. I cannot wait. Kijk, dat wil ik doen. En ik zou ook nog heel graag naar Japan willen. Dat landje van de reizende zon. Ik moet alleen even kijken of ik in mijn eentje ga of dat ik toch nog iemand weet over te halen om mee te gaan. Ik wil wel graag naar Japan, maar wel tante duur. Ja, het is sowieso tante duur. Daar ben ik ook van bewust. Maar ja, dan 2 weekjes of zo. Als dat mogelijk is. Want 1 weekje is net iets te kort, vind ik, met vakanties. Ja, maar dat voor 1 weekje naar de andere kant van de wereld. Nee, ik ben dan 1 weekje Bulgarije had ik gedaan. Maar dat vond ik net te kort eigenlijk. Uiteindelijk. Ja. Want ik had het naar mijn zin. En eigenlijk, ja, had ik nog wel enkele dagen bij het zwembad willen chillen. Ook al heb ik 1 dag, de laatste dag gehad, dat ik vies aangeschoten was. En dat ik ook nog... Dat ik niet zo goed werd. Beetje brakkie. Al wel, die dag daarna voelde ik me wel weer lekker toen ik die kipnuggets had gegeten. Toen voelde ik me weer alsof ik was herrezen uit het as. Nice. Ik kan ook een beetje Japans tolsmania, maar dan alleen echt een paar woorden, denk ik. Konnichiwa. Konnichiwa. Dat is sowieso makkelijk. Sumo! Sumo wa daisuki da wa yo! Ja, wat nog meer? Poketo Monster! Breketsu! Waitotsu! Brekkenberry! Ja, ik hou nu wel op. Ah, jij zit op judo, dus vandaar dat je het een beetje kent. Ippon! Wazari! Wazari! Sumo! Sushi! Sushi wa daisuki.